Succes. Mijn laatste wedstrijd was met Jong AZ tegen Twente uit. Kampioenspot van Twente was dat. Goeie pot. Dat is een leuke potje. Mooi mee te maken. Een vol stadion, de Grootsvesten. Dat was een mooie ervaring en we speelden daar 0-0. Een goede pot van ons. 2 maanden traint Joey Roggeveen inmiddels bij Volendam. Hij is fit en tekent een contract tot de zomer van 2021. En toch speelt hij niet. Van de KNVB mag ik pas op 3 januari, als het goed is, ben ik speelgerechtigd. Dus dan mag ik erop. Waarom is dat? Nieuwe regels, overschrijvingsregels. Ik ben volgens mij de 19e ben ik richting Volendam gekomen. En als het voor de 3e van september moest allemaal geregeld zijn. En dat was niet zo bij mij. Ja, dat was natuurlijk niet al te prettig. Maar ja, ik kan er op dat moment niet zo gek van mee. Maar we hebben wel gezien dat hij potentie heeft die we graag binnenboord halen. Wist je dat toen je een contract tekende? Ik wist het niet. Als 15-jarige zat Roggeveen al eens als reservekeeper op de bank bij Telstar. Vorige zomer keerde hij er terug, maar vertrok toen trainer Mike Snoei geen eerste doelman in hem zag. Ja, klikte het niet tussen jou en Snoei? Ja, klik is een groot woord. Het liep gewoon anders. Hoe kijk je daar nu op terug? Goed, zeker. Misschien als ik met een iets lagere ambitie naar Velsen Zuid was vertrokken, dat het dat beter voor me uit zou pakken. Maar ik had de ambitie uitgesproken om de eerste keeper te worden. En dat liep anders. Inmiddels heeft hij wel geleerd om geduldig te zijn. Afgelopen week maakte Roggeveen dan eindelijk zijn officieuze debuut voor FC Volendam in een oefenduel tegen Telstar. Cadeautje, ga door! Je kan op je training kan je de ballen van het dak kiepen. Maar uiteindelijk moet je in de wedstrijd laten zien. En dit is voor mij een mooi moment om het te laten zien. Ja, hij staat de spring om te spelen. Ja, dat is mooi. Maar dat zie je ook in training. Hij doet altijd veel dingen extra. Hij is bezig met om iedereen ook te helpen. Dus het is ook een heel sociale jongen. Dus dat wordt nog een lastige keuze straks als Noordin Bakker voldoet? Ja. Op dit moment heeft Noordin de gele trui aan. Nou ja, dus dat legt aan anderen om hem daar moeilijk te maken. Drie penalties tegen. Ja, dan weet je wat voor wedstrijd het is. Jongens.